ABO-parlementariër Obed Kanapé heeft de regering gisteren tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée gevraagd om ook belonende maatregelen mee te nemen in het vernieuwd beleid ter bevordering van de verkeersveiligheid. Volgens de volksvertegenwoordiger is het realiseren van verkeersveiligheid meer dan het hanteren van straf- en dwangmaatregelen alleen. Behalve dat wij straf en dwang inzetten om te bereiken het doel dat we stellen, is ook heel belangrijk dat we stellen ook de belonende maatregelen voor zij die het wel goed doen in het verkeer. En belonende maatregelen voornamelijk, ik denk dan in de richting van onze Community Policing Initiatief, welke ligt bij het ministerie van Justitie en Politie, onder het buurtmanagersprogramma, dat via dit programma wij de burgers die het goed doen in het verkeer op onze eigen manier kunnen belonen, zodat dit gedrag verder gestimuleerd wordt. En behalve dat we meenemen deze maatregelen, moeten we ook nagaan. Verkeersveiligheid, meneer de voorzitter, is meer dan alleen het afstraffen van ongewenst gedrag. In het verkeer communiceert de bestuurder en alle andere deelnemers met hun omgeving. Met de straat, met de omstandigheden daar, met name verschillende borden en aanwijzingen en ook langs de weg. De wegsituatie, de omstandigheden waarin de wegen zich verkeren, de grote gaten en tegelijkertijd de boesboesjes en de passie. Kanapé zegt verder dat de autoriteiten bij het uitstippelen van beleid ook rekening moeten houden met sociale aspecten. Het is volgens de parlementariër nodig de infrastructuur in te richten om elke categorie van verkeersdeelnemers te accommoderen. Het blijkt volgens Kanapé dat vooral fietsers en bromfietsers de dupe worden van het onverantwoordelijk rijgedrag en de ongunstige infrastructuur. Kanapé zegt dat hij uitkijkt naar een integrale aanpak vanuit de zijde van de beleidsmakers in samenwerking met de volksvertegenwoordiging.